Mijn naam is Fleur Spijker, ik ben wethouder Duurzame Verstedelijking. En ik nodig u uit om mee te praten over de toekomst van het stationsgebied. De gebiedsvisie. Wij zijn bezig dus met die gebiedsvisie, dat is de toekomstvisie van het stationsgebied. Daar zitten 8 onderwerpen in en al die 8 onderwerpen hebben we echt uw input nodig. Ik ben zelf in Leiden geboren en getogen. En als ik kijk naar het stationsgebied, heeft het al zo'n verandering ondergaan. En we willen het stationsgebied nog mooier maken. Het is natuurlijk enorm in ontwikkeling. We willen hier ook echt een toekomstbestendig gebied van maken. Ook met de verbinding Bioscience Park met de stad. Nou, ik sta hier op Lorens. Je ziet ook, er zijn prachtige woningen gebouwd. En wij gaan verder bouwen aan dat stationsgebied. En daar hebben we u voor nodig. We hebben uw input nodig om te kijken van hoe we dat stationsgebied verder vormgeven. We hebben een site, doemee.leiden.nl. En daar kunt u helemaal terugvinden wat wij organiseren om uiteindelijk uw input te verzamelen. Samen maken we het stationsgebied.